Hey, tof dat je er bent. Welkom bij Willem Groep. Hier achter mij zie je de tijdlijn van onze recente geschiedenis. Met onder andere de bekroning tot onderneming van het jaar en onze buitenlandse expansie. Misschien wordt dit gebouw ook wel jouw toekomstige werkplek. En als je liever aan de werven gaat, blijf dan even kijken en dan nemen we je mee naar onze werf, de A11 een Nieuwe Steelweg in Brugge, of naar de Astro Tower in Brussel die we volledig renoveren, of zelfs de startbaan in Zaventem die een volledig nieuwe laag heeft gekregen. Onze projectleiders verwachten je. Ik wens je veel plezier. Welkom op het A11-project. De A11 is een nieuwe autosnelweg van 12 kilometer tussen twee belangrijke verkeersaders, namelijk de N31 in Brugge en de N49 in Knokke, en is een van de missing links in het Vlaamse wegennet. De werken zijn gestart in maart 2014, nemen ongeveer 42 maanden in beslag tot in het najaar van 2017. De totale kostprijs van het project, inclusief 30 jaar onderhoud, bedraagt 780 miljoen euro. Hiernaast zullen we het Boudewijnkanaal kruisen door middel van twee beweegbare stalen bruggen, waardoor grote schepen kunnen passeren. Maar het paradepaardje van het werk is deze viaduct. Om deze viaduct te bouwen, hebben we een verschuifbaar bekistingssysteem ontwikkeld, waardoor er een hoog rendement kan gehaald worden. Het bekistingssysteem op zich bestaat uit twee helften. Nadat een overspanning gebetoneerd is, klappen deze twee helften open en kunnen de dragers van de bekisting naar voren rollen naar de volgende overspanning toe. Op dit moment wordt er een overspanning van 35 meter om de 8 dagen bekist, gewapend en gebetoneerd. In totaal zal het viaduct 1400 meter lang worden. Het viaduct heeft een brugdek uit twee delen. Elk deel is 16 meter breed en zal twee rijstroken bevatten. De hoogte van het viaduct varieert tussen de 13 en de 17 meter. En de viaduct eindigt daar boven de spoorlijn tussen Brugge en Zeebrugge. En wanneer dit alles klaar is in het najaar van 2017, dan zal de A11 een nieuwe vlotte verbinding verzorgen tussen Knokke en Brugge en tegelijkertijd de woonbaarheid en de leefbaarheid van de regio vergroten. Achter ons staat met zijn 107 meter het vierde hoogste gebouw van Brussel, de Astrotoren. De Astrotoren werd gebouwd in de jaren 70 en was herkenbaar aan zijn koperkleurige gevel. Het gebouw zelf bestaat uit 5 ondergrondse verdiepingen, 30 verdiepingen bureauruimte, goed voor zo'n 35.000 vierkante meter, en 3 verdiepingen voor de technische installaties. Het gebouw zal na de renovatie betrokken worden door Actiris, een nieuwe werkplaats voor ongeveer een duizendtal personen. Deze mensen zullen werken in het hoogste of grootste passieve gebouw van Europa. Zowel de oude gevel als de volledige binneninrichting werden gestript. Sinds het najaar van 2014 werd de gevel reeds verwijderd, waar vanaf 2015 de gevel voor een groot stuk reeds werd geplaatst. Voor de uitvoering van de werken rekenen we dagelijks op een honderdtal arbeidskrachten, eigen mensen en onderaannemers. In de piekmomenten verwachten we 150 à 200-tal arbeidskrachten. De plaatsing van de gevel vindt plaats in enkele stappen. Eerst en vooral worden de raamkaders binnen in het gebouw gebracht door middel van de uitkragende laadplatformen langs de gevel. Daarna worden de raamkaders in een logische volgorde gestockeerd op de verschillende plateaus in functie van de plaatsing van de raamkaders. Een volgende stap is dat de raamkaders of met een klein machientje met zuignappen ofwel met een karretje tot tegen de gevel worden gereden. Daarna worden ze met behulp van een monorail uitgerust met hijslier ofwel met een machine met zuignappen in de vooraf geplaatste ankers geplaatst. Hier bevinden we ons op niveau 34. Het geeft ons een fantastisch beeld over Brussel en omstreken. Daar de VRT-toren, het Atomium, het Berlaymont-gebouw en niet te vergeten een zeer prachtige hoofdstad. Van hieruit lijkt Brussel veel rustiger. Een beeld dat onze kraanman elke dag op 120 meter hoogte kan waarnemen. Het is meteen ook duidelijk dat de weersomstandigheden hier niet dezelfde zijn als op de begane grond. Welkom op de luchthaven Zaventem. Ik bevind mij momenteel op een van de 3 startbanen die de komende jaren moeten vernieuwd worden. Na vele jaren dienst hebben ze een grondige opknapbeurt nodig.
De baan waar ik mij momenteel op bevind heeft een lengte van 3211 meter en een breedte van 60 meter. Dit betekent dat wij ongeveer 200.000 vierkante meter asfalt dienen te vernieuwen, 1300 lampen, 7 kilometer houten, 9 kilometer riolering die moet gerelined worden. Als u weet dat wij hier ongeveer met een 1500 mensen aan meegewerkt hebben en een budget van 17,5 miljoen euro, kan u zich enigszins een beeld vormen van de omvang van deze werf. Omdat een start- en landingsbaan moet kunnen weerstaan aan heel hoge belastingen, werd gekozen voor de momenteel best beschikbare mengsels. Deze mengsels zijn van een heel hoogwaardige kwaliteit. Voor deze start werd gekozen om 12 cm asfalt te vernieuwen en te vervangen door een onderlaag AVS en een toplaag in Marshall asfalt. Bijkomend voor deze startbaan en ook voor het eerst in België werden groefjes aangebracht. Deze groefjes op regelmatige afstand zorgen voor een verbeterde waterafvoer en vooral om aquaplaning tegen. Tot slot brengen wij nog de markeringen aan. Deze markeringen moeten een piloot een duidelijk beeld geven waar hij moet landen. Zoals u hier kunt zien, geeft u twee grote witte blokken. Een piloot die een perfecte landing uitvoert, zet hier zijn wielen neer. Om de startbaan ook te kunnen gebruiken tijdens de nacht en bij verminderde zichtbaarheid, is ze uitgerust met 1300 ledlampen. Deze ledlampen worden gevoed vanuit de rood-witte bakken die u ziet aan de rechterkant. Tot slot wil ik iedereen bedanken die aan het project heeft meegewerkt. Het is voor iedereen een once-in-a-lifetime experience. Het is heel speciaal om het laatste vliegtuig te zien landen, dan de startbaan te mogen betreden, alles op te breken, alles te vernieuwen en ze dan te kunnen teruggeven en het eerste vliegtuig te zien landen. Dan wordt onze baan terug uw baan.